Normaal gesproken loop je van paaltje naar paaltje. Dus zou je eigenlijk, als het natuurlijk geen water staat, gewoon deze paaltjes moeten volgen. Maar ja, helaas kan dat nu even niet. Hoe komt dat het water zo hoog staat op het moment? Ja, het heeft geregend afgelopen winter, relatief veel. Natuurlijk weinig verdampt natuurlijk, weinig zon van 's winters. En daarom staat het hier, is het nat, staat het onder water. Is dit exemplarisch voor alleen dit gebied of is het door de hele duinen zo? Eigenlijk in de hele duinen kan je wel van dit soort gebieden tegenkomen. Meneer, mevrouw, waar komt u vandaan? Bloemendaal. Lekker rondje aan het lopen? Ja, doen we vaker hier bij Parnassia, ook vaak aan het strand. Alleen de wandelpaden staan onder water. Ja, ik heb het gezien. Het ziet er mooi uit. Het is echt een stukje wetland. Echt heel mooi. Prachtig helder water trouwens, maar het krioelt hier van de dikkopjes. En zo zie je dat het dan zo'n klein plasje meteen eigenlijk door de natuur wordt overgenomen. Nee, het ziet er heel mooi uit. Het is echt bijzonder mooi. Klimaatverandering misschien? Klimaatverandering, zou dat het zijn? Wie weet. Bij het Vogelmeer ook wel. Ja. Daar is het ook vrij nat. Oh. Daar staan de Schotse hooglanders in het water. Ja. We hebben een mooie foto van kunnen maken. Een fantastische zomer hopen we natuurlijk met z'n allen op. En dan verwacht ik dat we halverwege, als dat gaat gebeuren, en weinig regen, verwacht in augustus, september dat hier gewoon gewandeld weer kan worden. Dan pas. Ja. Dus ieder nadeel voor de wandelaar dan heeft zijn voordeel. Hij heeft ook weer zijn voordeel voor de natuur. Ja, dat is zo, wat Cruijff zei, hè? Dat klopt. Ja, okay. Fijne dag toch verder. Ja, bedankt, hè.